jullie wat vragen. Ik heb hier een bosje bloemen. En die mag ik... Ja, dat is ook een mooi bosje. Die wil ik graag gewoon aan één van jullie geven. Maar dat is natuurlijk wel één voorwaarde. Jullie mogen vandaag ook iemand in het zonnetje zetten. Ja, ik zet een kaartje. Dan ga ik gewoon met een bosje bloemen naar die persoon toe. En dan namens jullie ook. En dan zet ik ze in het zonnetje. Hebben jullie iemand die verdient om in het zonnetje te zetten? Ik ben de Sjaan, ik ben altijd welkom. Maar ja, altijd kunnen we kaarten. Van een oude mens. En ja, ik vind ze wel dat ik zou zijn. En hoe heet ze? Sjaan. Sjaan. We gaan Sjaan in het zonnetje zetten vandaag. En waar woont Sjaan? Hier vlakbij. Oké, okay. Nou, dan gaan we een bosje bloemen halen en dan gaan we even naar Sjaan. Oké, goed. Hallo. We komen u in het zonnetje zetten vandaag. Ja, omdat wij dat willen. Wij willen dat jij een bloemetje dient. Oh, je slet de cameraman buiten. Alsjeblieft. Mooi, dank u wel. Nee, of niet? Jaksjes? Kom, de kus. Alle twee tegelijk kwam Sjaan uit onze mond. Ja. Nou, dat willen we zeggen. Waarom denkt u dat ze u in het zonnetje willen zetten? Ja, dat weet ik niet, omdat ze altijd welkom zijn. Misschien. Juist. Ja, ze vinden het altijd heel fijn dat u ze uitnodigt om te kaarten. Ja. En dat u altijd een lekker natje en een droogje zorgt. Maar er komt natuurlijk niet bij kijken. Ja, ja. Wie denkt u die het verdient om even in het zonnetje te zetten, die u kent? Iemand die u wel eens helpt of zo, of iemand die hier in de buurt woont, of... Oh ja, misschien Antoinette. Ja, die woont wel in Geffen. En wat is haar relatie met u? Ze komt me nou helpen, ze kan kaarten en werken en overal naartoe brengen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wordt het Antoinette. Ja, dat is altijd net. Oh. Ja, kijk. Nou, dat is toch mooi, vind ik. Zou ze leuk vinden? Ja. Rustig mooi. Denkt u dat ze thuis is? Thuis moeilijk te zeggen. Met de telefoonnummer, of nee? We gaan er gewoon langs en dan gaan we eens kijken of ze thuis is. Oh ja.